Voorzitter, de omgeving van de mens is de medemens, dichtte Jules Deelder. We worden wie we zijn door de mensen om ons heen. Onze ouders, partner, broers en zussen, familieleden en buurtgenoten, vrienden en collega's. De mensen met wie we samenleven, door hen worden we gevormd, geïnspireerd en gecorrigeerd. Niemand is een eiland op zichzelf. En de verhalen van je omgeving worden deel van je eigen verhaal. En dat geldt ook voor mijzelf. De verhalen en ervaringen van mensen om mij heen voeden en die vormen mij. En mijn verhaal als lijsttrekker van het CDA. Zoals het verhaal van mijn vrouw. Zij is verloskundige in een van de armere wijken van Rotterdam. Van haar weet ik hoe sommige jonge vrouwen elke dag vechten om het hoofd boven water te houden. En niet te verdrinken in een opeenstapeling van problemen. En van haar weet ik dat sommige kinderen al met 5-0 achterstand aan het leven beginnen. En dat Nederland niet voor iedereen een gaaf land is. En het maakt me boos, maar het motiveert me ook om op te komen voor kwetsbare gezinnen. Of het verhaal van mijn broer, gymdocent op een basisschool op Zuid. Hij ziet op zijn school de achterkant van de multiculturele samenleving. Met taalproblemen, gedragsproblemen, achterstanden en gebroken gezinnen. En dat maakt een thema als migratie, maar ook integratie, heel concreet. Waarom laten we deze docenten, die elke dag voor deze moeilijke klassen staan, zo vaak in de kou staan, omdat we maar geen grip krijgen op migratie? Of het verhaal van een van mijn neven, hij is politieman. Op vrijdagavond gaat hij met zijn collega's de straat op in Delfshaven. Om ruzies op te lossen, in te grijpen bij vecht- en schietpartijen. En deze mensen, die zijn goud waard, maar voelen zich vaak wel in de steek gelaten. Als wij wel aan hen vragen om grote risico's te nemen, maar vooraan staan met morele kritiek als er bij de politie in het heetst van de strijd iets fout gaat. Of het verhaal van de pleegouders die ik ken. Zij willen uit liefde kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden, maar lopen steeds weer vast op overheidsregels die nooit aan hun kant lijken te staan. En het onnodig moeilijk maken om gewoon het goede te doen. Of het verhaal van Iris, een jonge boer waar ik onlangs was. Zij zit in onzekerheid over de toekomst van haar bedrijf. Een familiebedrijf dat al generaties in de familie zit. Ze bouwde een aangepaste stal omdat een grote supermarktketen haar scharrelproducten in het schap zou leggen. Na een half jaar trok de supermarkt de stekker uit het concept en liet Iris achter met de rekening. Dit zijn de vormende verhalen uit mijn omgeving, maar het zijn verhalen van mensen uit heel Nederland. Mensen die elke dag het goede willen doen, maar te weinig gehoord en gezien worden. We moeten luisteren naar hun zorgen, maar ook naar hun oplossingen, die vaak beter zijn dan wij hier kunnen verzinnen. Want, voorzitter, Nederland is veel sterker dan we in deze Kamer vaak denken. Als we deze mensen weer het vertrouwen en de ruimte geven. Nederland wordt niet door ons gemaakt hier in Den Haag, maar door al deze mensen die elke dag het goede doen, voor elkaar en met elkaar, zoals de koning zei in de troonrede. Mevrouw de voorzitter, Paus Franciscus waarschuwde voor de globalisering van onverschilligheid. Onverschilligheid is de grootste kwaal van deze tijd. Op ieder voor zich bouw je geen samenleving. Het leidt tot eenzaamheid en het gevoel niet gezien te worden. Het antwoord op onverschilligheid is verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van ieder van ons om niet onverschillig te zijn, maar om te zien naar elkaar. En onverschilligheid komt vaak voort uit onachtzaamheid. Een houding van gemakzucht of zelfgenoegzaamheid. En die houding komt ons duur te staan in een wereld die steeds instabieler wordt. Natuurgeweld en klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne, de toenemende machtshonger van China. Daarover mogen we niet onverschillig zijn, omdat het over onze manier van samenleven gaat. En de strijd van het Oekraïense volk is ook onze strijd. Hun soldaten vechten ook voor onze vrijheid en onze democratie. En partijen die suggereren dat die strijd ons te veel kost, beseffen niet hoe groot en kwaadaardig het gevaar is van een nietsontziende dictator in het Kremlin. Het is naïef en kortzichtig. Voor de oorlog in Oekraïne was Europa voor 40% afhankelijk van het goedkope Russische gas. En daar profiteerden we jarenlang van. Maar het voordeel van het goedkope gas werd in één jaar oorlog volledig teniet gedaan. De prijs steeg van 18 euro per megawattuur voor de oorlog naar een piek van 350 euro per megawattuur. Poetin draaide de kraan wat dichter, maar hij verdiende net zoveel. Hoe naïef waren wij als Europa?
Wij waren decadent en zelfgenoegzaam, schrijft ook Jonathan Holslag in zijn boek Van Muur tot Muur. Verslaafd aan consumentisme en verblind door ons comfort. Keer op keer verzuimde Europa om haar eigen idealen waar te maken. En keer op keer investeerden wij te laat in de noodzakelijke transities en de versterking van onze positie in de wereld. En we moeten uitkijken, voorzitter, dat we niet dezelfde fout maken met China. Dit land heeft cruciale grondstoffen in handen en investeert fors in vitale productieketens, technologie en hun strijdkrachten. En het land profiteert maximaal van de globalisering. China aast op onze technologie en kennis, maar beschermt haar eigen economie en bedrijven als het haar uitkomt. En ook daarin zijn we nog te naïef. Welke richting Amerika volgend jaar kiest, dat weten we nog niet. En daarom zal Europa meer dan ooit eigen keuzes moeten maken. En dat vraagt om moed en visie. Toen Sybrand Buma in 2014 pleitte voor Europese zelfvoorzienendheid, voor het afbouwen van Russisch gas en het behoud van de sterke Europese landbouw, werd hij weggehoond. Corona en de oorlog in de Oekraïne gaven hem gelijk. Productieketens vielen stil, omdat landen strategisch de grenzen sloten. We schrokken dat we niet meer beschikten over de juiste grondstoffen voor onze medicijnen. En zelfs onze operatiehandschoenen, daarvan bleken we afhankelijk van de goodwill van een land als China. En daarom Europa moet volwassen worden, door strategisch en selectief te bouwen aan een Europees industrieoffensief, om de afhankelijkheid van onberekenbare landen te verkleinen. Dat geldt voor onze maakindustrie, voor technologie en AI, voor voedsel en landbouw, voor defensie en energie. En hoe kijkt de minister-president hiernaar? En is onze China-strategie intussen aan herziening toe? Mevrouw de voorzitter, hier ligt voor mijn fractie een directe relatie met het klimaatdebat in ons eigen land. En u kent mij als een warm pleitbezorger voor groene industriepolitiek. En ook hier moeten we waken voor kortzichtigheid en valse tegenstellingen. En dat zeg ik ook tegen de demonstranten op de A12 en tegen partijen in deze Kamer. Ja, onze industrie moet verduurzamen en snel. Maar dat doen we niet door bedrijven over de grens te jagen, inclusief de uitstoot en duizenden banen, om vervolgens dezelfde producten over de grens weer te kopen. Het is niet zo dat we 40 miljard fossiele subsidie zomaar overmaken aan fossiele bedrijven. En het is ook niet zo dat dit geld makkelijk anders besteed kan worden. Dat is een vals beeld die de discussie vertroebelt en oplossingen niet dichterbij brengt. Groene industriepolitiek is de sleutel. Het is een aanpak waarin bedrijven geholpen worden om te verduurzamen en banen te behouden. We maken bindende maatwerkafspraken en we beprijzen de CO2-uitstoot in Europa. We investeren met deze bedrijven in de economie van de toekomst. En het CDA ziet bedrijven dus niet slechts als een probleem, maar als deel van de oplossing. Groene industriepolitiek, dat is de kern van onze visie op het verdienvermogen van morgen. De sky is daarin niet meer de limit. Verstandige groei is selectieve groei, waarbij we als samenleving de richting kiezen en niet alles doen wat de markt graag wil. En de focus ligt daarbij op brede welvaart, in de goede traditie van het Rijnlandse denken. Een economie van samenwerken, winstdeling en goed overleg. Hoe ziet de premier op de drempel van zijn verantwoordelijkheid deze ontwikkeling? Kan hij een eerste reflectie geven op het WRR-rapport Goede Zaken, waarin de Raad best kritisch is op het ondersteuningsbeleid aan bedrijven? En ziet hij ook brood in ons voorstel voor een investeringsbank voor het MKB om innovatie en duurzaamheid aan te jagen? Het idee van selectieve groei danken wij aan Ruud Lubbers. Hij stond aan de basis van het duurzaam denken en het is aan ons om zijn karwei af te maken. Lubbers wist als ondernemer ook dat je elke euro eerst moet verdienen voordat je die uit kunt geven. En ook daarom moeten wij trots en zuinig zijn op onze ondernemers. Ook daarom moeten we solide zijn in degelijke overheidsfinanciën. De overheid verdient geen geld, dat wordt verdiend door bedrijven. En via de belastingen dragen deze bedrijven bij aan belangrijke publieke voorzieningen. Net zoals heel veel bedrijven ook zorgen voor bestaanszekerheid voor heel veel mensen die bij deze bedrijven werken, elke dag. En dat vergeten we nog wel eens. Mevrouw de voorzitter, dit voorjaar lieten wij in een eigen onderzoek zien dat Nederland een land is geworden met twee gezichten. Voor heel Nederland heette dat onderzoek, dat rapport. En de kabinetten Rutte waren vooral goed voor de mensen die het al goed hadden. En er werd geïnvesteerd in die regio's waar het al druk en bedrijvig was. En de rafels ontstonden aan de randen. Jongeren trokken weg, streekziekenhuis ging dicht en de laatste buslijn werd opgeheven.
Regionale ongelijkheid is een belangrijke bron van de onvrede over een overheid die er niet meer voor iedereen is. Onze conclusies werden onderschreven door 3 belangrijke adviesraden van het kabinet in het rapport Elke regio telt. En elke krant had zijn eigen reportages over het stille verdriet van de regio. En na de uitslag van de provinciale statenverkiezingen erkende ook de premier dat de modellen niet klopten. Het platteland had te weinig geld gekregen. Einde citaat. Maar daarna bleef het stil. Nog altijd kampt Limburg met grote politietekorten. Nog steeds vindt het kabinet het moeilijk om te erkennen dat nabijheid een belangrijke kwaliteit van zorg is. En opnieuw moest de Kamer eraan te pas komen om te zorgen dat de infrastructuurgelden evenwichtiger werden verdeeld. En tot onze verbazing lazen wij in de Prinsjesdagstukken dat het demissionaire kabinet niet extra doet voor het regionaal vervoer. En dat kan niet. De motie Slootweg-Kuiken daarover is unaniem aangenomen. Provincies zien de kosten stijgen met het risico dat de bereikbaarheid in de regio nog verder onder druk komt te staan. En wij verwachten dat het kabinet dit alsnog repareert. En daarom graag een reactie van de premier op dit punt. En dat brengt mij bij een ander vraagstuk, waarover wij verontruste signalen krijgen van veel lokale bestuurders. Voordat u verder gaat, er is een interruptie van de heer Baudet, Forum voor Democratie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik hoorde de heer Bontebal zeggen dat hij het belangrijk vindt dat mensen zich kunnen verplaatsen, dat het land bereikbaar is, dat mensen hun omgeving, hun geliefden enzovoort kunnen bezoeken. Maar dan werd deze week duidelijk dat 1 op de 4 Nederlanders met een auto moet kiezen tussen autorijden, tanken en boodschappen doen. Zo slecht is het gesteld met de koopkracht in dit land. En op dit moment is er een verhoging aanstaande van de accijnzen op benzine. Dat gaat om 21 cent per liter. En dat betekent honderden tot duizenden euro's per autobezitter in Nederland. En dat gaat om tussen de 9 en de 10 miljoen mensen. Dus dat is echt iets dat alle Nederlanders bijna gaat raken. En we hebben met een aantal partijen hier in de Kamer gezegd, we willen die accijnsverhoging tegenhouden. En tot nu toe hebben we van het CDA nog geen bericht daarover ontvangen. Wil het CDA onze voorstellen om die verhoging van de accijnzen tegen te houden nu steunen? Kunnen de autorijders in Nederland op het CDA rekenen of niet? Heer Bontebal. Ik denk dat u een klein stukje van het debat gemist heeft, want in een interruptie met mevrouw Hermans heb ik daar wel degelijk antwoord op gegeven. Dus ik heb gezegd dat wij sympathiek staan tegenover het voorstel, maar ik vind wel dat we moeten kijken naar hoe de verdeling over arme en rijkere huishoudens is. Daar zit mijns inziens nog iets scheef. Tegelijkertijd zijn er ook natuurlijk de grenseffecten en de grote verschillen met Duitsland. En dat wil je ook niet te groot laten worden. Ik vind ook dat we aan het regionale OV iets moeten doen. Dat zou wat mij betreft ook tot dat pakket moeten behoren. En daarom heb ik de vraag aan collega Hermans gesteld van of er bij haar mentale ruimte zat om dat voorstel ook op dat punt nog uit te breiden. En ik ben ook wel benieuwd naar de dekking, want dat is, vind ik, ook nog wel even een puntje van aandacht. De heer Baudet. Ja. ik denk dat de heer Bontebal met een verwijzing naar een ander moment uit het debat dan, oh, dan zou ik misschien onzeker worden, of dan gaan misschien de mensen denken van, oh, maar hij weet niet waar het over gaat. Maar het punt is natuurlijk, hij geeft geen antwoord op. Er is geen dekking. Ja, natuurlijk is er wel dekking. Het is gewoon een kwestie. Er wordt hier nu een verhoging van de belastingen voorgesteld op basis van de huidige situatie. Dus waarom kan de heer Bontebal niet duidelijk maken, is hij ervoor of tegen? Wil hij dit steunen of niet? Kijk, heel veel mensen nu, die willen weten, waar staat het CDA? En dan zo'n verwijzing, ja, we gaan nog eens eventjes er naar kijken. En we gaan ook een volledig pakket waar ook het OV in mee wordt genomen. Nee, het is gewoon een heel simpele vraag. Als wij zo meteen een motie indienen om die verhoging van de accijnzen op brandstofauto's tegen te houden, gaat het CDA dan voor of tegenstemmen? Heer Bontebal. Ja, voorzitter, het is heel simpel. We behandelen nu een miljoenennota. Dat is eigenlijk een wetsvoorstel en een begroting. Als je ergens iets schrapt, moet er ergens anders iets bij. Dus moties waar geen financiële dekking onder zitten, dat is gewoon gratis bier uitdelen. Dus die zullen wij als fractie nooit steunen. Als u met een fatsoenlijke dekking komt, dan is het een redelijk voorstel. Dan kijken we ernaar en dan gaan we met de fractie kijken of we dat kunnen steunen. Maar ik heb u al mijn richting gegeven en volgens mij was dat best wel duidelijk. Tot slot. Ja, ik ga toch nog even hier, want dit is nou typisch een politieke manier
om niet antwoord te hoeven geven op een hele simpele vraag. Er ligt geen dekking onder. Een van de dingen die we hier doen in de Tweede Kamer is de richting van het beleid bepalen. Vervolgens, er is ontzettend veel geld beschikbaar. Niet alleen gewoon puur in de schatkist, maar ook op alle mogelijke manieren waar in de markten financiële ruimte is. Dus ik vind het gewoon heel jammer dat de heer Bontebal geen keuze durft te maken. Wil hij de autobezitters hier ruimte geven of niet? Heer Bontebal. Ja, voorzitter, ik kan mij van alles verweten worden. En dat zal ook vast de komende weken nog wel gaan gebeuren. Maar niet dat ik geen keuze durf te maken. Ook in ons verkiezingsprogramma zijn er allerlei keuzes gemaakt. Ik dien zelf ook een voorstel in om de vliegbelasting op dat punt aan te passen. Daar zou ook niet iedereen blij mee zijn. Dat is om de energierekening te verlagen. Dus ik maak wel keuzes. U zegt dat is een typisch voorbeeld van geen antwoord geven. Wat mij betreft is gewoon een typisch voorbeeld van netjes politiek bedrijven. Als je een voorstel doet wat geld kost, moet je gewoon even netjes het financieel dekken. En maar zomaar gratis het bier uitdelen, daar is mijn partij niet zo van. U volgt de betoog weer. Ja. Voorzitter, het andere vraagstuk. En dat is waar wij verontruste signalen krijgen van veel lokale bestuurders. Mag deze nog bij? Ja, de heer Van Baarle, denk ik. Ja, voorzitter, toch ook een vraag voor mijn Rotterdamse vriend, de heer Bontebal. Over... We doen het in plat Rotterdams, ja? Over de auto. Dus dat gaan we doen. Maar voorzitter, ik vond met alle respect het antwoord ook niet duidelijk. Dus toch nog wat vragen in de richting van de heer Bontebal hierover. Is het nou zo dat als er een dekking ligt waar het CDA mee kan instemmen, dat het CDA in principe ervoor is om die hele accijnsverhoging niet door te laten gaan? Of vindt het CDA, want hij noemde net een aantal andere dingen, dat het CDA bijvoorbeeld zou zeggen, nou, we laten die benzine 10 cent duurder worden of 15 cent duurder worden en we moeten ook iets doen aan het openbaar vervoer en tot een soort uitruil wil komen. Dus waar staat het CDA? Is het CDA er in principe voor, als we de dekking kunnen regelen, om gewoon die benzine niet duurder te maken, wat Denk ook wil, of is het CDA voor een soort uitruil? Heer Bontebal. Nou ja, uiteindelijk als we hier iets willen bereiken, dan zal er ergens iets van de uitruil moeten plaatsvinden, denk ik. Ik denk ook dat het is goed om te zeggen dat het is natuurlijk een verhoging na een verlaging. Dus het is in een jaar is het verlaagd en daarna weer verhoogd. Dus dat perspectief moeten we volgens mij ook meenemen. Maar ik kijk naar het totaalpakketje, waarbij ik bijvoorbeeld de VVD uitnodig om ook nog eens na te denken over het regionaal vervoer. En dat dan, als dat betekent dus dat die... dat het bedrag wat nodig is om die accijns te verlagen iets lager wordt en dat we dat een beetje naar de OV plussen, dan zou dat een stukje mijn kant op kunnen komen. Maar ik ga wel naar het totaalpakket kijken en ook naar de dekking. Want het alleen maar uit het groeifonds halen, ja, is dat dan nou zo'n heel goed idee? Hè? Dus ik wil gewoon eerst een goed voorstel hebben waar alles in zit. Dan leg ik ook mijn eigen voorstel ernaast en de andere voorstellen die er in de Kamer gedaan worden. En dan gaan we zien waar we uitkomen. Maar ik kan niet nu precies zeggen van nou zoveel miljard en zoveel cent en dan heeft u mij. Daar moet ik gewoon even over nadenken. Heer Van Baarle. Nee, ik snap wel dat de heer Bontebal daarover moet nadenken. Maar het gaat nu eigenlijk om een hele principiële vraag. Ik heb hier verschillende overzichten bij me van de brandstofprijzen in Europa. En zo'n beetje elk overzicht, daar komt Nederland gewoon naar voren als duurste land van Europa bijna. Als het gaat om de benzineprijzen. Dus we hebben al een enorm probleem. En per 1 juli zijn die benzineprijzen al verhoogd. Dus voor het principe, en ik vind het antwoord daarom nog steeds niet helemaal helder van het CDA. Is het CDA er nou voor dat die hele accijnsverhoging, dat die van de baan gaat? Is dat de inzet van het CDA als het lukt met de dekking? Moet ik over nadenken. Ik zou hem zeker niet zo willen ophogen als nu gebeurt. Maar ik ga ook eerlijk kijken naar ten koste waar het dan van gaat. Want die dekking is voor mij ook belangrijk. Waar trekken we dat geld vandaan? En ja, wat ik net ook al zei, er is geen gratis bier. Dus je haalt het ergens vandaan en dat doet daar pijn. En dat wil ik meewegen in mijn oordeel. Ja, tot slot. Ja, dan zou ik tot slot de heer Bontebal in zijn denkproces dat hij de komende dagen hanteert willen meegeven dat echt van belang is om te realiseren dat zoveel mensen afhankelijk zijn van hun auto voor de mobiliteit. En dan ook de verdeling die gemaakt wordt door sommige politieke partijen van het zou alleen neerslaan bij mensen die al veel geld hebben, dat niet klopt. Als we kijken naar hoeveel kilometers mensen gemiddeld rijden, dan is dat in de lagere inkomensklasse ongeveer hetzelfde als wat hogere inkomens. Dus we helpen hier ook gewoon echte mensen met de lagere inkomens mee. Dus ik hoop echt dat het CDA er gewoon voor gaat zorgen met de andere partijen dat die accijnsverhoging niet doorgaat. Ja, voorzitter, ik ben er heel duidelijk mee begonnen.
dat ik die verschillen te groot vind. En dat ik vind dat mensen in de regio gewoon met een auto moeten kunnen rijden als ze geen beschikking hebben over een OV of een elektrische auto niet kunnen betalen. Dus mijn richting is volgens mij helder in de maatvoering. Daar gaan we gewoon kijken. Volgt u betoog. Voorzitter, het vraagstuk over het Didam-arrest. Hij komt misschien een beetje uit de lucht van, maar dat is een uitspraak van de Hoge Raad, waardoor gemeentes, groot en klein, bij de uitgifte van een kavel grond of de verkoop van vastgoed, ineens een ingewikkelde openbare aanbesteding moeten doen. Het is een walhalla voor de grote ketens en dure advocatenkantoren en projectontwikkelaars. Maar kleine lokale burgerinitiatieven die trekken veelal aan het kortste eind. En het leidt tot oeverloze procedures, tientallen rechtszaken en torenhoge afkoopsommen. En dat gaat ten koste van de lokale gemeenschap. Ook hier graag een reflectie van de premier en de vraag of spoedwetgeving nodig is en mogelijk is. Voorzitter, we leven in een land van twee gezichten. Aan de ene kant welvarend, met een sterke economie en heel veel mensen met wie het goed gaat. Maar het andere gezicht van Nederland is dat dit niet voor iedereen geldt. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook de SER-voorzitter Kim Putters. Van hem is deze quote. En Putters ziet een grote groep mensen die niet langer de zekerheid vinden van een vaste baan of een fatsoenlijk inkomen. En hij waarschuwt in het bijzonder voor de benarde positie van de middengroepen. Bij alle aandacht voor bestaanszekerheid worden zij vergeten. En dreigt ook voor hen armoede als het plots tegenzit. En dat het thema bestaanszekerheid terug is op de politieke agenda, dat is goed, maar eigenlijk ook een schande voor zo'n welvarend land als Nederland. De ongelijkheid is gegroeid en we zien private rijkdom en publieke armoede. Een groot tekort aan woningen, het onderwijs en de zorg staan onder grote druk, het enorme gevaar van ondermijning door de georganiseerde criminaliteit. De crisis in het openbaar bestuur en al deze problemen raken de meest kwetsbaren het eerst en het hardst. Vandaag moeten we kijken naar wat er nodig is voor volgend jaar. Bovenop het pakket van het kabinet, en daar kom ik zo op terug. Maar het vraagstuk van bestaanszekerheid los je niet op met een paar labmiddelen. Met een paar grote stappen snel thuis. Het vraagt om een structurele aanpak en een samenhangend pakket. En die taak ligt bij een volgend kabinet. Voor de CDA-fractie is bestaanszekerheid veel meer dan alleen een financieel probleem. Het is een moreel vraagstuk. Het gaat in de kern om de vraag wat voor land we willen zijn. Wat is de betekenis van solidariteit, saamhorigheid en de zorg die we voor elkaar hebben? Is het fatsoenlijk dat een alleenstaande moeder moet rondkomen van twee baantjes? Hoe eerlijk is het als rijke kinderen bijles krijgen en andere kinderen niet? Wat gaat er fout als Jan veel makkelijker een stageplek krijgt dan Yusuf? Maak deze alinea even af en dan kan de heer Klaver los. Het probleem van bestaanszekerheid is de prijs die we nu betalen voor een te groot geloof in de markt, rendement en het individu. En ook mijn partij is daarin te veel mee bewogen of heeft te weinig teruggeduwd. Het was meer ik en minder wij. En vrijheid was vooral doen wat je zelf wilt. En succes was een keuze. Economische waarden waren belangrijker dan moraliteit en deugden. Wat goed was, was dat wat werkte. Wat nuttig was. Maar of het ook deugde en of het rechtvaardig was, daarover ging het niet. Wat een goed leven maakt, moet sowieso achter de voordeur blijven, vinden sommige liberalen. En dit is de omslag die nodig is. Een beter Nederland begint met het echte gesprek over wat het goede samenleven is. Een goede samenleving laat ieder tot zijn recht komen. En in een goede samenleving zien we onszelf in de ander. Ik ben er omdat jij er bent. Misschien is dit een goed moment, voorzitter. Dank u wel. De heer Klaver. Voorzitter, ik krijg de indruk dat we u eigenlijk helemaal niet meer nodig hebben, voorzitter. Wij regelen dit gewoon allemaal zelf. Doe het graag, meneer Klaver. Het goed uitkomt. Nee, voorzitter. De heer Bontebal zei, een samenhangend pakket maken, dat is aan een nieuw kabinet. En ik wilde hem eigenlijk vragen, waarom zegt hij dat zo? Waarom moeten we wachten totdat er een nieuw kabinet is? En kunnen we niet gewoon als Kamer nu met elkaar in gesprek en die stappen zetten die nodig zijn? De heer Bontebal. Omdat ik denk dat er ook echt zo'n samenhangend pakket nodig is. Omdat je als je aan één draadje gaat trekken, dan schuift er heel veel mee. Dat is bijvoorbeeld het punt van het minimumloon. Heel veel partijen staan daar natuurlijk sympathiek tegenover. En ook mijn eigen partij. Het staat in ons eigen verkiezingsprogramma. Alleen economen waarschuwen ook voor allerlei effecten waarvan ik me afvraag of we ze goed genoeg voor de bril hebben. Consequenties. U had het erover over politieke keuzes maken. Dan moet je staan voor de consequenties. Maar je moet allereerst de consequenties weten. Dus sommige economen zeggen, kijk uit voor een loonprijsspiraal.
De lonen verhoog je. Dat werkt door in producten. Die producten kopen ook heel veel mensen. Dat jaagt de inflatie aan. De boodschappenmand wordt duurder. Dat zijn ook effecten. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat het hele loongebouw omhoog trekt. En dat er dus aan de onderkant banen kunnen verdwijnen. Dus kan tot extra werkloosheid leiden. Dat zijn allemaal effecten die meespelen. AOW is gekoppeld, andere uitkeringen gekoppeld. Weten we precies wat dat allemaal doet? Dus ik vind het de beweging vind ik heel goed. Maar ik vind hem ook ingewikkeld om nu zo als Kamer even te zeggen, nou, we pakken er één ding uit en daar gaan we voor lopen. Dat vind ik risicovol. Heer Klaver. Voorzitter, we pakken niet één ding. We willen ook iets doen aan het OV, we willen ook iets doen aan de sociale zekerheid. Er zijn voorstellen gedaan om nog iets met de arbeidskorting te doen. Voorstellen gedaan om te zeggen, we gaan het kindgebonden budget, de afbouw wat anders laten lopen. Het zijn allemaal voorstellen. En in alle eerlijkheid, ik vind dit best problematisch wat hier wordt gezegd. En dat heeft ermee te maken dat wie zijn wij om dat in te schatten? Dat moet eigenlijk een kabinet doen. En ik vind juist dat wij dat moeten zijn. Het is namelijk een politieke weging. En toen de ChristenUnie en wij bedachten, oké, we gaan het minimumloon verhogen, hebben we goed gekeken welk percentage vinden wij verantwoord om volgend jaar te doen. Gelet op wat dit doet, op welke druk dit eventueel zet op inflatie, wat dit doet met het bedrijfsleven. En dan komen wij tot de som, dat is 2,5%. Wij denken dat dat gerechtvaardigd is. Maar om dan te zeggen, ja, dat kan ik niet overzien, dat stellen we uit en dat moet het kabinet doen. Wat doen wij hier dan nog? Het is de taak van een parlement, die is medewetgever. Wij kunnen hier keuzes maken in wat we belangrijk vinden. En daarom wil ik toch echt meer een inhoudelijk antwoord. Hoeveel denkt de heer Bontebal dan dat het verantwoord is om volgend jaar het minimumloon te verhogen? Ja, kijk, wat we heel vaak in deze Kamer doen is juist advies inwinnen. Dat hebben we gedaan bij dat rapport over het sociaal minimum. Dat doen we niet voor niks. Dat is niet omdat wij met onze natte vinger even een getal bedenken. Dus ik zou heel graag daar een soort advies over willen hebben aan een nieuw kabinet. Wat het ook in zijn geheel bekijkt. Dus dat sociaal minimum zegt, doe iets met het minimumloon. Maar het zegt ook iets, doe met kindgebonden budget. Doe iets met kinderbijslag. En het tweede vind ik ook wel. En nou, daar hebben we het recent ook nog in een radiodebat volgens mij even over gehad. Het kabinet is wild demissionair. Moet je in een demissionaire periode dit soort hele grote wijzigingen doen? Daar twijfel ik nog over. U heeft gelijk, de Kamer is uiteindelijk aan zet. Maar is het democratisch heel netjes? We hebben natuurlijk heel veel procedurevergaderingen gehad over controversieel verklaren van bepaalde onderwerpen. En wij als fractie hebben steeds gezegd, ja, we willen niet met een kleine meerderheid belangrijke thema's erdoor heen duwen, want dat is democratisch ook ingewikkeld. Nou, dus daar zit mijn dilemma, mijn worsteling. Tot slot, heer Klaver. Voorzitter, ik vind echt dat de Tweede Kamer moet een grotere rol pakken. En al 2 jaar gaat het over de bestuurscultuur. En dat bestuurscultuur gaat ook over de rol die je als Tweede Kamer en Tweede Kamerfracties hierin neemt. En het kabinet is demissionair. Dus ik snap heel goed, ik vind het niet voldoende, de 2 miljard die er is gekomen. Maar ik vind het, gelet op de status van het kabinet, dat er precies is gedaan wat binnen de bandbreedte past, wat je kan doen als demissionair kabinet. En als we dan iets extra's willen, Dan is dat hier aan ons. En ik stelde u eigenlijk een hele concrete vraag, voorzitter. Hoeveel vindt u verantwoord dat het minimumloon volgend jaar omhoog gaat? We zijn allemaal verkiezingsprogramma's aan het schrijven. U maakt ook een doorrekening. Dan heb je, het CPB is ook zo'n adviseur, dan kijk je wat zijn de relevante stappen die je kan zetten. Dus mijn vraag blijft, u vindt wat wij doen, zegt u dat wil ik niet. Wat wilt u wel? In Bontebal. Nou, dat hebben net als de heer Klaver rekent mijn partij er nog aan. CPB maakt nu de doorrekeningen, daar zitten paden in. Wij moeten ook nog zien wat daar precies uitkomt, dus ik wil dat ook gewoon mee laten wegen. En u zegt, ja, u doet niks concreets. Ik heb zelf een voorstel neergelegd. Dat is een vrij concreet voorstel met ook nog eens gewoon een nette dekking waar volgens mij u een heel eind in mee kunt komen. Dus ik verwacht ook een beetje dat u aan mijn zij komt met dit voorstel, wat heel erg concreet is, alleen doe ik het via de energierekening. En dat zorgt ook wel degelijk voor lastenverlichting. Heer Paternotte, D66. Heel kort. Het is volgens mij gewoon een goed inhoudelijk debat. En we hadden u niet meer nodig, hadden we net afgesproken. Het is ook niet persoonlijk. Dus meneer Bontebal en ik hadden eigenlijk bedacht dat dit geval eindeloos zou ik zeggen, eindeloos voorzitter, zou, graag ja, afkappen. Ja. Nee, ik had even maar we doen wel een interrupties kort. In principe zeker, in drieën. Zeker. Dat wil ik wel vasthouden. Het punt waar ik op kwam, is het ging specifiek over het minimumloon. En dus, ik heb al eerder gezegd, ik vind de voorstel die u heeft gedaan heel interessant. Wij kijken daar oprecht naar van, zouden we daar ook niet op kunnen samenwerken, maar op het minimumloon. We hebben allemaal al cijfers teruggekregen. We hebben echt wel een beeld over wat er wel en wat er niet kan. En ik wil de heer Bontebal en het CDA uitdagen om, zoals ik zeg, ik ga heel open naar uw voorstellen te kijken. Zou ik willen vragen, en ik hoop dat hij dat wil zeggen. Oké, ik ga toch heel open kijken naar bijvoorbeeld dat minimumloon. Ja. Of we daar toch op kunnen samenwerken. Ik ga heel open kijken naar al uw voorstellen, meneer Klaver. Leerpaten Notte, D66.
Nou, dat laatste was ik eigenlijk ook een beetje naar op zoek, hè, dat openkijken naar alle voorstellen natuurlijk. Maar ik hoorde de heer Bontebal eigenlijk een pleidooi houden voor een stukje zorgvuldigheid. Nou, dat lijkt me mooi. We hebben op zich natuurlijk ook nog even de tijd. Hè? 26 oktober, dan gaat deze Kamer misschien met verkiezingsreces, als het werk af is, zeg ik erbij. En dan zouden we ook over die amendementen moeten stemmen. Dus dan pas stellen we een begroting vast. Dus zouden we nou niet de komende weken ook moeten benutten om, nou, misschien ook wel inderdaad met deskundigen, ik weet niet hoe druk de planbureaus zijn met alle doorrekeningen, maar om te kijken of die amendementen die er nu deze week op tafel komen, wat daar dan inderdaad de effecten van zijn, zodat we op een zorgvuldige manier met elkaar stappen zouden kunnen zetten. Maar ook niet hoeven te zeggen van ja, we weten niet precies de effecten, dus we gaan nu dan niets doen. Want het gaat natuurlijk om grote belangen. Het kan gaan om armoede, het kan gaan ook bijvoorbeeld om de krapte op de arbeidsmarkt, waarom wij de arbeidskorting bijvoorbeeld naar voren hebben gebracht. Dus zou dat iets zijn waar hij voor open staat? Jazeker. Zeker. Nou, mooi voorzitter. Dan, ja. Dan moeten we aan tafel. Gezellig. Heer Van Hagen, groep Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Bontebal gaf mij vorig jaar een hele goede tip. En dat was een boek van de hoogleraar Vaclav Smil, Power Density. Ja, en daarin legt deze hoogleraar onomstotelijk uit dat de energiedichtheid van groot belang is bij de energietransitie. En nu vraag ik me af, hoe kan het nou zijn dat de heer Bontebal dit boek gelezen heeft en dan toch zo ongelooflijk enthousiast is over 30.000 windmolens op zee en zonnepanelen in akkers. We zijn alle twee natuurlijk ontzettend duurzaam. Zonnepanelen hartstikke goed op daken, maar zonnepanelen in akkers en 30.000 windmolens op zee met in het achterhoofd Vaclav Smil. Hoe is het mogelijk? De heer Bontebal. Ja, ik heb u dat boek aanbevolen. Ik heb u meerdere boeken aanbevolen en ik heb ook gezegd dat ik kritiek had op dat boek. Er zitten een aantal dingen die heel goed zijn in het boek. En dat is wat Vaclav Smil doet, is bij elke energiebron de energiedichtheid uitrekenen. Waarbij je ziet dat kernenergie een enorme hoge dichtheid heeft. En daar moeten we dus ook aan beginnen, ook in Nederland. Dat is ook mijn partij voorstander van. Samen met de VVD hebben we geknokt voor 2 kerncentrales. Die gaan er hopelijk komen. Ik heb ook gepleit voor die kleine modulaire kerncentrales. Ja, wat mij betreft komen die er ook. Maar we hebben een energiemix, een elektriciteitsmix, hebben we wel heel veel bronnen nodig om een robuust systeem te maken. En de kritiek op het boek van Vaclav Smil vind ik is dat hij het punt eigenlijk van multifunctioneel ruimtegebruik niet meeneemt. En dus zonnepanelen, daarvan zegt hij ja, de oppervlak die ze opneemt, die ze nodig hebben, dat neem ik als totaal oppervlak. Maar daar vergeet hij even mee dat je een zonnepaneel op een dak kunt leggen. En met windmolens, daar kun je vaak ook tussendoor nog van alles doen. Zelfs over de visserij wordt weer nagedacht. Dus dat vind ik het nadeel van dat boek. In mijn optiek gaan we naar een energiesysteem waar elektriciteit de grootste energiedrager is, waterstof als tweede. En die elektriciteit zal in de toekomst, gok ik, ergens in 2050 voor een kwart uit kernenergie bestaan en voor de rest uit hernieuwbare energiebronnen. De heer Van Hagen. En dat is de optimale mix, denk ik. Ja, nou dat vraag ik me af en dat vraagt Vaclav Smil zich natuurlijk ook af. Want ik ben het helemaal met de heer Bontebal eens dat een zonnepaneel op een dak is goed. We hebben 80% van ons dakoppervlak nog niet voorzien van zonnepanelen. Dus laten we daarmee beginnen. Maar waarom dan toch zonneakkers vullen in plaats van daar als vruchtbare landbouwgrond te gebruiken of daar woningen te bouwen? En hetzelfde geldt voor de natuurgebieden. Ons grootste natuurgebied is de Noordzee. Er staan nu 30.000 windmolens. Dan is het toch absurd als je dat kunt vervangen door een aantal grote kerncentrales. Dat je dat niet doet in plaats van de industrialisering van zo'n hele, ja, hele Noordzee. Meneer Bond. Ja, voorzitter, ik moet een beetje lachen, want dit is mijn oude vakgebied. En ik heb hier de neiging dan heel lang over te gaan debatteren. En dat moet ik gewoon helemaal niet doen. Want dan gaat meneer Bosma, die zegt dan dat ik college ga geven. Volgens mij hebben we al die bronnen nodig. De snelheid waarmee we extra elektriciteit willen gaan opwekken, bijvoorbeeld omdat we huizen steeds vaker met elektriciteit gaan verwarmen, we gaan ook vaker elektrisch rijden en met name de industrie gaat elektrificeren, betekent dat we heel snel in korte tijd heel veel elektriciteit extra nodig hebben. Dat kan een factor 4, 5, 6 de komende, zeg maar tot 2030 zijn en daarna. Dus we hebben heel snel heel veel meer elektriciteit, schone elektriciteit nodig. En dan moet je dus op heel veel bronnen inzetten. De ontwikkeling van wind op zee heeft een spectaculaire ontwikkeling laten zien. Toen wij ooit met minister Verhagen een windpark boven de Noordzee bouwden, boven de Waddenzee, Gemini, dat windpark, geloof ik 16, 17 cent per kilowattuur. En de parken die bij Zeeland werden gebouwd, die zaten al echt op de 6, 7 cent. Dat was een kostprijsreductie van, nou, reken maar uit, heel veel. Ik begin het wel eens worden met de heer Bosma. Het begint nu. Dit is het leukste deel van het debat, voorzitter. Het begint een beetje een college te worden. Nee, maar juist wind op zee heeft juist een enorme forse groei laten zien. Nu zie je helaas weer dat de kostprijs stijgt. Dus je ziet in Engeland ook dat de kostprijs weer stijgt. Maar daarom moeten we naar die gebalanceerde mix. En daar hoort kernenergie ook in. Voldoende?
Nou, nee. Kijk, we zijn het natuurlijk erover eens dat de energiedichtheid van een kerncentrale veel beter is dan van die 30.000 windmolens. Maar is de heer Bontebal het dan tenminste met me eens dat de fasering die de regering heeft ingezet in ieder geval totaal verkeerd is? Omdat we zijn overgeschakeld op volledig intermitterende stroomvoorziening, hè, windmolens en zonneakkers. In plaats van dat we een stabiele energievorm hebben gekoesterd, namelijk gascentrales, kolencentrales en kerncentrales hebben gebouwd. En in plaats daarvan dus al deze intermitterende velden zijn gaan uitrollen zonder een grote hoge energiedichtheid. Heer Bontebal. Nou ja, in 2010 was het Pieter van Geel al die in een debat met Diederik Samsom felle pleidooi hield voor meer kerncentrales. En toen was de reactie van de PvdA dat pas in 2000 af zou, of in 2020 af zou zijn. Ik denk dat we naar Van Geel hadden moeten luisteren. Dan hadden we een aantal kerncentrales gehad. En hadden we een veel geschonere energiemix gehad. Maar de afgelopen jaren hebben we wel degelijk voor een heel belangrijk deel rationeel energiebeleid gevoerd. Want die kerncentrales staan er helaas ook niet zomaar. Ja, u vervolgt uw betoog weer. Ja? Ja. Dit was zo leuk. Het overgrote deel van ons leven, voorzitter, speelt zich helemaal niet af in een economische context. Maar in onze relaties met anderen. Als vader, als buurvrouw, als vriend of vriendin, als collega, als vrijwilliger of als mantelzorger. Allemaal relaties waarin niet de prestaties voorop staan, maar het contact van mens tot mens. Juist thuis, op school, op het werk, in de wijk en bij een vereniging. Leer wat samenleven is, verantwoordelijkheid nemen en onderdeel zijn van iets dat groter is dan jezelf. Wij zijn geen samenleving van 17 miljoen individuen. Wij zijn geen samenleving van bubbels van gelijkgestemden. Mensen hebben boodschap aan elkaar. En wat we weer nodig hebben is een gemeenschappelijk verhaal dat ons bindt. Ik kom terug bij de vraag wat we extra moeten doen voor 2024. Er ligt een substantieel pakket van het kabinet en daar doen we niets aan af. Mijn fractie stelt nog wel een maatregel voor om de energierekening te verlichten. Want dat is een belofte van het kabinet geweest die zij nog niet heeft waargemaakt. Ons voorstel is om overstappers en privéjets ook vliegbelasting te laten betalen. En dat geld te gebruiken om de energiebelasting op aardgas in de eerste schijf voor huishoudens te verlagen. Dat levert een stukje lastenverlichting op en het is ook vanuit klimaatrechtvaardigheid een eerlijke maatregel. Mevrouw de voorzitter, ik sluit af met een opmerking over politieke cultuur. Want ik maak me daar zorgen over. Deze zomer kondigden veel collega's hun vertrek aan. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat voor velen het gure politieke klimaat daarbij ook een afweging is geweest. En dat is verdrietig, want dat hoort niet zo te zijn. 2000 kilometer hier vandaan vechten de Oekraïners voor hun vrijheid en hun democratie. Maar ook onze democratie is kwetsbaar. Het is aan ons allen als volksvertegenwoordigers de eerste taak om die democratie te stutten. En ik hoop dat we met elkaar kunnen werken aan een nieuwe politieke cultuur in de Tweede Kamer. En ik hoop ook dat we daar de komende weken met elkaar een start mee kunnen maken. Dank u wel. Dank u wel. Interruptie van mevrouw Simonsberg. U heeft de vuurdoop doorstaan, zie ik. En een welgemeend applaus natuurlijk vanuit de eigen fractievoorzitter. Voorzitter, zoals vaker als ik het CDA hoor spreken, dan denk ik, nou, dat vind ik ook. En dat vind ik ook. En solidariteit. En normen en waarden. En naastenliefde. En aandacht voor dat wat ons met elkaar verbindt. Dat vind ik ook allemaal. En inderdaad, niet ver hier vandaan vechten in Oekraïne mensen voor hun veiligheid, hun bestaanszekerheid, hun zijn. Maar ondanks dit alles ben ik, zoals ik mevrouw Hermans van de VVD daarover bevroeg, ook bij de heer Bontebal, echt benieuwd waarom die solidariteit stopt bij sommigen. Waarom sommigen het recht om zichzelf te zijn wordt ontnomen. En natuurlijk weet de heer Bontebal dan dat ik het heb over de positie van het CDA met betrekking tot bijvoorbeeld de transgenderwet. Ik ben toch heel erg benieuwd, voorzitter, hoe de heer Bontebal zijn betoog zojuist, dat ook mij raakt, ziet in relatie tot eigenlijk het ontnemen en ontzeggen van diezelfde basale rechten en diezelfde basale wensen voor mensen die wellicht in één enkel opzicht niet op de heer Bontebal lijken. De heer Bontebal. Ja, ik vind deze ingewikkeld, omdat er nog een hele behandeling van de transgenderwet komt. En omdat nu even bij een begrotingsbehandeling over de miljoenennota er zo doorheen te halen, die vind ik wel erg ingewikkeld. Wij gaan gewoon zorgvuldig naar die wet kijken. We hebben daar vragen bij.
Ik ontken ook niet dat er mensen zijn die echt daarmee worstelen. Graag zouden zien dat ze daar iets aan kunnen veranderen. Ik merk al dat het moeilijk is om woorden te kiezen, want al snel zijn je woorden gevoelig. Maar ik zou zelf willen dat we dit gewoon goed en netjes behandelen bij de behandeling van de transgenderwet. Want ik merkte net ook in het debat met collega Baudet, het wordt al snel wat ongevoelig. En dat zou ik heel lastig vinden, want dan komen we toch met als fractievoorzitters met al snel one-liners enzovoorts. En ik denk dat dat echt niet recht doet aan het debat. En daarnaast vind ik dat ook iedereen, als je zo'n debat voert, je ook echt goed moet kunnen voorbereiden in je spreektekst en ook in je antwoorden. En ik heb niet mijn verhaal vandaag helemaal op de transgenderwet voorbereid. Dus ik ga graag met u hierover een keer in discussie. Maar dan wil ik mij goed hebben kunnen voorbereiden en dan wil ik dat u die kans ook heeft gekregen. Mevrouw Simons. Dank, voorzitter. Ik waardeer de oprechtheid van dit antwoord. En tegelijkertijd denk ik, we hebben afgelopen anderhalf jaar ruim de tijd gehad om ons voor te bereiden op dat debat. We hebben delen van dat debat ook gevoerd. Het is een actief besluit geweest om het vervolg daarvan naar voren te schuiven. En ik denk dat de heer Bontebal zichzelf tekort doet als hij zegt, ja, ik heb me er helemaal nog niet mee bezig gehouden en ik kan er op dit moment niets over zeggen. En de reden dat ik het nu vraag is dat ik me kan voorstellen dat er mensen thuis zijn die zich afvragen. En voorzitter, sorry, één toevoeging daaraan. De wet gaat niet over medisch handelen. De wet gaat over het recht om je identiteit op je paspoort in lijn te laten zijn met de identiteit die je leeft. Dus het gaat hier niet over transities en operaties en medische zaken. Toch denk ik dat het dan gerechtvaardigd is om in verkiezingstijd van een partij te vragen, hoe staat u hierin en hoe kan het zijn dat we daar de afgelopen tijd deze houding gezien hebben? Ja, de heer Bontebal. Ja, maar wat is nu precies uw vraag? Is uw vraag een reactie op het afgelopen jaar? Is uw vraag over het standpunt van de transgenderwet? Ik begrijp niet helemaal precies wat uw vraag is. U koppelt het zelf aan solidariteit en die link zie ik ook nog niet helemaal in. Mevrouw Simons, even een heel concrete vraag. Dan zal ik in ieder geval met betrekking tot die solidariteit een en ander proberen te verduidelijken. Ik heb geluisterd naar een mooi betoog van het CDA. Dat gaat over medemenselijkheid, over respect voor elkaar en over solidariteit. Opdat we ons ervan bewust zijn dat de heer Bontebal haalde de Nederlandse vertaling van Ubuntu aan. Ik ben, omdat u ook bent. En in dat kader, woorden die vandaag hier zelf worden aangehaald met betrekking tot solidariteit, vraag ik me af waarom die solidariteit lijkt te stoppen op het moment dat het mensen betreft die in ieder geval op een aantal vlakken niet op de heer Bontebal lijken. Namelijk zij die zeggen, ik wil graag de gelegenheid hebben, nogmaals los van medische handelingen, om de identiteit in mijn paspoort aan te kunnen passen aan de identiteit die ik leef. De heer Bontebal. Maar voorzitter, solidariteit is toch niet dat je in dit soort medische ethische discussies al die wensen in één keer ook politiek oké vindt? Dus je kunt toch medemenselijk zijn zonder dat je ook alle standpunten van iemand deelt of dat je een maatschappelijk debat over medische ethische thema's een bepaalde kant op laat gaan. Dit gaat over identiteit, of mensen recht hebben om zelf te bepalen wie ze zijn en in welke mate dan ook. Hetzelfde geldt ook voor het debat net over een ander medische ethisch thema, over voltooid levenseinde. Je kunt toch niet zeggen, je bent pas solidair op het moment dat ik het voorstel van D66 accepteer. Dus ik vind dat een hele ingewikkelde koppeling, eerlijk gezegd. En ik vind eigenlijk dat dit debat kwetsbaar is. Ook dat debat over voltooid levenseinde, dat we het thema veel beter recht doen als we dat apart behandelen en iedereen zich netjes voorbereidt, netjes kan voorbereiden op dit debat. Dank want dit weegt zorgvuldigheid. En ik merk al aan mezelf dat als je dit onvoorbereid moet doen, dan moet je heel erg op je woorden letten. En ik vind dat eigenlijk te kwetsbaar om u zo even in de plenaire zaal te doen. Voldoende, mevrouw Simons? Nou ja, voorzitter, het enige dat ik zou willen benadrukken is dat het hier niet over een medisch-ethische kwestie gaat. Het gaat hier over een handeling waarmee mensen het pas. Ik heb tijdens dat debat bijvoorbeeld het voorbeeld gegeven. Er zijn mensen die dit gebouw niet in kunnen. Dit gebouw, het huis van de democratie, die hier niet kunnen werken. Omdat hun rijkspas niet toestaat dat zij zich identificeren zoals ze zijn. Het gaat erover dat de gedachte bestaat dat
wij hier met z'n allen iets te zeggen hebben over wie mensen al dan niet mogen zijn. Het is een hooguit een morele kwestie. Ik zie dit niet als een medisch-ethische kwestie. Dus dat is wat ik eigenlijk nog wilde toevoegen, dank, voorzitter. En verder respecteer ik het antwoord van de heer Bontebal. Dank u wel, mevrouw. Wij gaan er vast op terugkomen. De heer Eertmans, ja, 21. Voorzitter, dank u wel. Vorige week stemden wij over een lange, lange lijst van controversiële onderwerpen die we, waar we over moesten stemmen, controversieel of niet. Eén daarvan die niet controversieel is verklaard, was de asieldwangwet. U wel bekend, veel over gedebatteerd. De vraag is, we gaan hem dinsdag behandelen, desondanks. Terwijl ik denk, wat is er nou controversiëler in de maatschappij dan asiel en zeker de asieldwangwet? U sprak over lokale gemeenschappen, de gemeente. Nou, daar wordt heel erg veel nagedacht over de dwangwet die hen zal verplichten om asielzoekers op te nemen. Mijn vraag is, u weet net zoals ik, het hangt onder andere op uw partij. Als wij kijken naar een middenrechtse coalitie in deze zaal, dan zou het CDA nog best eens de doorslag kunnen geven om die wet niet te laten doorgaan. Hoe ziet u dat als nieuwe leider ook van het lijsttrekker van het CDA? Wij hebben gezegd dat we die wel door willen met die wet. Want dit laten liggen lost ook geen probleem op. En als we al die beelden zien bij Ter Apel, dingen die misgaan, de keten die vastzit, kan je niet zeggen, ja, we gaan die wet niet behandelen en dan lost het probleem zich vanzelf al op. Dat vind ik ook heel naïef. Uiteindelijk gaat het ook over barmhartig zijn, over mensen recht doen. En dat betekent gewoon heel vervelend, maar dat je wel zo'n wet nodig hebt om het voor elkaar te krijgen. En ja, wij zijn ook voor grip op migratie. We hebben daar in ons verkiezingsprogramma allemaal voorstellen over gedaan hoe wij denken dat je het migratiebeleid beter kan doen. Maar het is wel die twee. Je moet ook de keten gewoon op orde brengen en zo'n wet dan niet behandelen. En dan zeggen, nou, daar gaan we nog eens een half jaar over doen of een jaar. Vind ik ook onverantwoord, want ondertussen stroopt die hele keten wel op. En ik vind het, dat ga ik ook maar even zeggen, ook gewoon onverantwoord dat op dit punt het kabinet is gevallen. Want er zijn gewoon een aantal hele grote vraagstukken die nu gewoon op tafel liggen. Die, hoe je het went of keert, gewoon toch in de vertraging komen. Ja, dus dat gaat over dit dossier, maar ook over toeslagen, stikstof, klimaat enzovoorts. Dus daarom hebben wij gezegd hier toch mee doorgaan. De heer Eertmans. Ja, voorzitter, je kan het ook onverantwoord noemen dat het kabinet en dus ook het CDA weigert om eerst orde op zaken te stellen. Die instroom te beperken. Want ik deze zie mensen die beelden, zijn er. Maar voorzitter, ik zie die beelden ook. En als je blijft zeggen, wij zullen meer opvang regelen, ja, dan zal die stroom blijven. Dat denk ik dat wij dat onmiddellijk met elkaar eens zijn. Dus je hebt toch de taak ook als kabinet, als overheid, als politiek, om te zeggen, wij zullen aan de voorkant van dit probleem, niet aan de achterkant, dus niet gemeenten blijven dwingen, maar juist aan de voorkant durven zeggen, wij zullen grip inderdaad op migratie moeten krijgen door die asielstop af te kondigen. En dan te kunnen kijken wat wij doen met de mensen die er hier al zijn. Maar de stroom blijft komen, de voordeur blijft open. Staatssecretaris Van den Burg heeft het vaker gezegd. Eenmaal over de drempel is welkom in Nederland. Ziet het CDA dat dit een probleem is dat we niet oplossen met een dwangwet? Meneer Bontebal. Met alleen een dwangwet lossen we absoluut het hele probleem niet op. Maar als we gaan doen wat u wil, dan moeten we dus ook dat hele thema van aan de voorkant grip krijgen op migratie nu niet controversieel verklaren en helemaal gaan behandelen. Dat gebeurt ook niet. En dan zou ik ook zeggen, er is ook iets van realisme nodig. We gaan al die grote stappen die we met een deel van de Kamer wellicht willen, ook niet zomaar in een paar maanden voor elkaar krijgen. Ja, en dan kan je niet zeggen, nou ja, het lukt aan de voorkant niet en dan laten we het maar aan de achterkant gewoon in de soep lopen. Dat vind ik ook onverantwoord. Dus ja, het is pijnlijk, maar er moet iets van solidariteit zijn in Nederland. En we willen dat mensen uiteindelijk die hier zijn, gewoon humaan behandeld worden. En het is toch niet oké, dat kunt u ook niet oké vinden, dat we dat gewoon in een welvarend land als Nederland niet geregeld krijgen. Tot slot, de heer Eertmans. Voor de klacht van mij van ja 21 is juist dat het kabinet, voordat het viel, niet veel harder heeft durven ingrijpen. En daar hebben we natuurlijk een groot debat over gehad, dankzij de handrem van D66 is dat er niet gekomen. He, dus daar ligt het probleem volgens mij. Dat erkent het CDA ook wel via de heer Hoekstra eerder gedaan. Maar die solidariteit, ja, dat is nou net het punt. Dat verdwijnt, die solidariteit verdwijnt, het draagvlak verdwijnt. Als wij niet zorgen voor een eerlijk verhaal naar de kiezer, jawel, wij zullen de grenzen tijdelijk moeten sluiten voordat we orde op zaken kunnen stellen. En u komt uit Rotterdam, daar kom ik namelijk ook vandaan. Met de heer Van Baalen hebben we een mooi trio. Maar Kapellen. Daar geldt juist dat we dachten, ja, dat wij dachten dat, de, dat ook in Rotterdam de wijken wel vol zitten momenteel. En dat het AZC Beverwaard niet voor niets gesloten is. En hopelijk dat we daar niet nog eens een extra AZC bij moeten zetten. Ik geloof niet dat de Rotterdammers daar nu op zitten te wachten. Heer Bontebal. Ja, volgens mij was u wel in Poort Rotterdammer, meneer Eertmans. Want u kwam uit Kapellen. Ik kan het accent ook heel goed aandoen. Ja, weet ik. Maar er is een verschil tussen echt en import. En toen u wethouder werd, toen moest u nog
vanuit de gemeente Capelle volgens mij over verhuisd worden naar gemeente Rotterdam. Ja, omdat dus... ik daar wethouder was en verhuisd ben naar Capelle omdat ik daar wethouder werd. Dus u heeft gelijk, ik ben iemand die doet wat hij zegt. Als ik ergens wethouder word, dan ga ik ook wel daar wonen. Kijk, nee, we gaan naar de heer Stoffer. Nee, maar ik had nog een vraag die ik... Maar nu ben ik door dit grapje die hele vraag van meneer Eertmans kwijt. Nou, het was uw eigen antwoord, maar waar u mee bezig was. AZC in Rotterdam. Ja, AZC in Rotterdam. Ja. Gesloten Beverwaard, kent u wel. Zitten Rotterdammers daar op te wachten? Nou, het gekke was toen het AZC in Beverwaard er kwam, en dat is niet zo heel ver van waar ik woon, was daar ontzettend veel protest. En burgemeester Abu Talib stond daar vooraan voor de groep. We hebben al met filmpjes gezien, schreeuwende mensen. En ik snap dat ze boos waren, want er kwamen heel veel mensen naar Beverwaard. En Beverwaard is toch ook niet altijd de beste wijk. Het opvallende was ook toen het asielzoekerscentrum wegging, dat heel veel mensen uit Beverwaard zeiden, waarom gaat het asielzoekerscentrum weg? We hebben net zo'n leuk contact met al die mensen en we doen hier vrijwilligerswerk. Dus dat geeft mij aan dat heel veel mensen in Nederland een rechtvaardig asielbeleid echt kunnen dragen, maar dan wel... rechtvaardig. De mensen die het echt nodig hebben, die willen ze welkom heten. En de mensen die het niet nodig hebben, die niet. En ik denk dat als we op de lange termijn die barmhartigheid willen kunnen blijven betonen, hebben we die grip op migratie gewoon nodig. En dus ook grip op die instroom. Heer Stoffer, SGP. Bij die import Rotterdam moeten we wel even denken. De heer Eertmans heeft goede geboortegrond, hoor. Hij is de Veluwe geboren. En dat... maar goed, daar gaat mijn vraag natuurlijk niet over. Ik vond het verhaal van de heer Bontebal eerlijk. Hij zegt gewoon, hij kijkt in de spiegel en zegt dat CDA hebben we gewoon een aantal dingen niet goed gedaan en dat moet anders. En dat is eerlijk en dat kan ik echt waarderen. En dus een van de dingen die het CDA al eerder inzag wat niet goed ging, was rond het gezin. En het afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb mevrouw Palland, ze zit hier ook in de zaal, en ik geregeld samen opgetrokken om te kijken van kunnen we die positie van gezinnen nu een stukje verbeteren. Nou, er is nog niet al te veel gelukt, maar er moet een hoop gebeuren. Maar nu hebben we als SGP een initiatief genomen om het gezin in de grondwet op te nemen. Dan bouw je in ieder geval een soort fundament dat je zegt van daaruit gaan we kijken of we die positie echt kunnen verbeteren. En mijn vraag, voorzitter, is of de heer Bontebal ervoor open staat om te kijken of we dat initiatief misschien samen zouden kunnen doen. Heer Bontebal. Ja, ik probeerde net hulpeloos naar mijn collega Palland te kijken om te zien of ik daar een signaal van kreeg. Maar die zegt ja. Dan ga ik improviseren. Op de Veluwe betekent dat gewoon ja. Ja, maar in Rotterdam niet. Daar moet ik naar kijken. Ik denk wel dat het een nogal vrij grote wetswijziging is. En ik zou eigenlijk tegen meneer Stoff willen zeggen, laten we eerst nou gewoon eens heel concreet kijken in maatregelen die we gewoon dit jaar, volgend jaar kunnen nemen. Of we daar de positie van het gezin kunnen verbeteren. En in ons verkiezingsprogramma zeggen wij bijvoorbeeld dat we vinden dat de kinderbijslag een fors omhoog moet en ook het kindgebonden budget. Dat we ook met verlof nog allerlei dingen willen doen om het voor gezinnen makkelijker te maken. Dus wellicht kunnen we de komende weken en in verkiezingstijd en daarna samen optrekken om de positie van het gezin beter te krijgen. De heer Stoffer. We gaan het zien, voorzitter. En die grondwet, daar drinken we nog eens een kop koffie over. Kijk, leuk. Dank u wel, meneer Bontebal. En dan geef ik het woord aan mevrouw Bikker, ChristenUnie. Oh, sorry, meneer Bontebal, is nog een vraag van mevrouw Marijnissen, SP. Ja, sorry voorzitter. Ik had nog niet in de gaten dat de heer Bontebal helemaal klaar was. Want ik wilde nog een vraag stellen over eigenlijk het begin van zijn verhaal. Hij schetste daar inderdaad het mooie Rotterdam en wat hij daar zoal ook ziet. En ik zag een mooie video om zichzelf te introduceren, volgens mij, van de heer Bontebal, die opgenomen was in de Tweebelsbuurt. Klopt, hè? En u zei daar, ja, je kunt hier eigenlijk wel zien dat Nederland niet voor iedereen een gaaf land is. Maar nou is het natuurlijk wel zo dat die Tweebelsbuurt in Rotterdam is gesloopt met rijksgeld. En ook toenmalig met steun van het CDA. En ik hoorde mooie woorden nu over volkshuisvesting. Dus ik was eigenlijk benieuwd, hoe kijkt de heer Bontebal daar nu op terug? Ja, dit specifieke voorbeeld over de Tweebelsbuurt kun je heel lang over discussiëren. Want er zijn verschillende... visies op. Als je bijvoorbeeld Marco Pastors, die het programma Rotterdam Zuid doet, spreekt. Kijk, die zegt, wat er aan de hand is, dat er heel veel mensen in Rotterdam zijn die het beter krijgen en dan eigenlijk uit de stad trekken, omdat ze geen plek kunnen vinden om in diezelfde stad te blijven wonen. Dus er is wat ze dan noemen sociale mobiliteit. Dat gaat over bepaalde gezinnen die het net iets beter hebben als hun ouders. Maar die kunnen niet meer in die wijk blijven wonen. En die vertrekken er dan dus naar Ridderkerk, Barendrecht en andere plekken buiten Rotterdam.
Dus daarom heeft de gemeente Rotterdam natuurlijk destijds gezegd, ja, we willen ook dat die mensen die het iets beter krijgen, wel in die buurt blijven wonen, want het is ook het sociale weefsel van een stad. Dus, en dat vind ik ook een legitiem argument. Dus ik denk dat we niet alles aan het voorbeeld van de Tweebosbuurt moeten ophangen. Mevrouw Marijnissen. Nou, wat daar natuurlijk gewoon is gebeurd, en we hadden nog iemand afgelopen zondag op onze actie die woonde in de Tweebosbuurt. Zijn woning is gesloopt. Mensen hadden daar niks over te zeggen. En er is natuurlijk duurder voor teruggebouwd. Mensen worden gewoon de wijk uitgejaagd. Terwijl hij heel goed kon uitleggen dat ja, je huis is je thuis. En je sloopt niet alleen een huis, je sloopt ook een hele gemeenschap. Als je die buurt uit elkaar trekt. En dat is wat er in de Tweebosbuurt is gebeurd. Dus ik zou wel aan de heer Bontebal willen vragen, ja, als u dan die mooie woorden heeft over volkshuisvesting en het belang daar ook van, steunt u dan ook het idee dat huurders veel meer zeggenschap zouden moeten hebben? Dat bijvoorbeeld zoiets als in de Tweebosbuurt, dat er gesloopt wordt zonder instemming van bewoners, dat dat in ieder geval niet meer kan? Heer Bontebal. Zou ik over moeten nadenken. Kijk, ik vind zelf de beweging die de afgelopen jaren is gemaakt van de woningmarkt naar volkshuisvesting, en dan heeft onze minister de jongen daar, die is daar actief mee bezig geweest, dat vind ik een hele belangrijke. Dus wonen als ook het bouwen van gemeenschappen, een huis dat meer is dan een stapel stenen, maar ook een gemeenschap en dat er een sociaal weefsel in een wijk is, daar ben ik het helemaal met u eens. En of huurders meer inspraak moeten krijgen, ook in de plannen van de woningcoöperatie. Ik kan me voorstellen dat dat een goed idee is. Tot slot. Ik vraag het natuurlijk ook omdat dit op veel plekken nu speelt. De Tweebosbuurt hebben we het over gehad. Maar het speelt ook in de Towerbuurt. Misschien ook wel bekend bij u in Zeker. Rotterdam. Het speelt bij mij waar ik zelf vandaan kom, in Os. In een wijk in Berchem, een dorpje bij Os. Het speelt in Den Bosch, in het Citadelhofje. Allemaal een soort van dezelfde voorbeelden waarbij huurders geconfronteerd worden met sloop, terwijl ze daar zelf niks over hebben te zeggen. En niet zelden wordt daar natuurlijk alleen maar duurder voor teruggebouwd. Dat is natuurlijk het grote probleem. Dus zou de heer Bontebal er ook open voor staan om dan te kijken wat zouden we dan kunnen doen om deze huurders in ieder geval meer duidelijkheid te geven? Want zij zijn daar nu voor aan het strijden. Maar ja, als we niet ingrijpen, dan zijn dadelijk die woningen daar in die buurt ook allemaal gesloopt. Vinden die huurders het CDA met hun mooie woorden over volkshuisvesting dan aan hun zijde? Heer Bontebal. Ja, huurders vinden ons altijd aan hun zijde. Kijk, je moet dan nou wel naar de maatvoering weer kijken. Hè? Dus stel dat er één huurder is die een plan tegen kan houden, willen we dat dan? Soms ga je huurwoningen ook echt aanpakken, omdat ze gewoon echt zo versleten zijn dat je ze wel moet aanpakken. Dus een soort absoluut recht dat een enkele bewoner dat allemaal kan tegenhouden, dat vind ik vrij ver gaan. Maar dat huurders een belangrijke zeggenschap hebben in wat er met hun buurt gebeurt, met hun wijk enzovoorts, daar ben ik het met u eens. Dank u wel, meneer.